Bewoners in de wijk Helpman zijn tegen betaald parkeren. Dat blijkt uit onderzoek van het wijkcomité Helpman. De gemeente heeft plannen om ook in deze zuidelijke stadswijk het betaald parkeren in te voeren. De gemeente deed dit al eerder in andere wijken om te voorkomen dat er veel mensen van buiten de stad daar hun auto stallen. Het afgelopen jaar had het wijkcomité via het wijkblad een enquête verspreid onder de bewoners. Ruim 400 mensen stuurden een reactie. Driekwart hiervan zeggen niet te willen betalen voor parkeren. Ja, dat is wel hopeloos soms, ja. De ene keer heb je zo'n plekje, de andere keer moet je echt een paar keer rondrijden. En denkt u dat het opgelost wordt als er betaald parkeren zou komen hier? Nou, denk ik niet, nee. Ik denk dat het altijd wel druk is hier. De parkeeroverlast is het grootst bij scholen, het kantorencomplex bij de Kempkensberg en bij het winkelcentrum Helpman. Veel winkelend publiek klaagt dan over het tekort aan parkeerplekken. Ik woon hier en ik betaal mijn belastingen en ik snap niet waarom ik als Groninger die hier is komen wonen opeens moet gaan betalen. En als men vindt dat er van buitenaf te veel overlast is, dan vind ik het heel best dat het betaald parkeren wordt, maar dan vind ik dat ze de bewoners gratis pas moeten geven. Het wijkcomité hoopt dat de gemeente het betaald parkeren niet invoert. Wij hopen natuurlijk altijd dat er toch geluisterd wordt naar wat de wijk zelf wil. Dus ja, het weerhoudt ons er niet van om deze resultaten toch aan de gemeente door te geven. Eigenlijk is het wel een beetje raar, want als je betaalt voor het parkeren, zullen mensen minder snel hun auto daar neerzetten. Waarom willen de bewoners het dan niet? Nou ja, via betaald parkeren wordt natuurlijk wel de rekening voor een aantal problemen bij de burger neergelegd. En ja, mensen zullen daar toch niet om staan te springen. Dus dat blijkt wel uit de resultaten. De grote meerderheid is er toch op tegen. Naast de gesprekken met de gemeente wil het wijkcomité praten met de winkeliers van het Helpenplein over mogelijke oplossingen voor het parkeerprobleem.